behandeling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 2018 is vandaag voortgezet in de Nationale Assemblée. NDP-fractieleider André Misikaba ging in op het overheidsbeleid aangaande domeingrond. Het ministerie van RGB wil namelijk nieuwe en hogere tarieven voor domeingrond laten ingaan. Misikaba is vooral niet te spreken over de wijze waarop personen speculeren met overheidsgrond. Grote lappen grond die voor productiedoelen aangewend zouden kunnen worden, liggen braak. De overheid moet op de koop toe de infrastructuur van die gronden onderhouden, zegt het DNA-lid. Dus land moet spijt ook toe dat hij meer nog, voorzitter. En ik vraag de minister van RGB aandacht hiervoor. Mensen die grond krijgen, u krijgt grond voor tuinbouw. 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar. U heeft niet één sinaasappelboom geplant. Niet één peperboom. Dan gaat u verkavelen en verkopen. Ik vind dat de overheid die gronden moet intrekken. Want u voldoet niet meer aan de bestemming waarvoor u de grond heeft gevraagd. En mensen die zeggen, Lukuno, we zijn in een land, politiek heeft dat ding op een gegeven moment besloten, laten we de lijn niet zo strak trekken. Ik kan me iets daarbij voorstellen. Maar ik wil ook dat de mensen komen op mijn helft om te zeggen, maar op die manier speculeren kan niet. Voorzitter, ik ben onlangs gegaan naar Santo Boma, zoals gezegd. Santo Boma heeft grond gekregen in de tijd om aan landbouw te doen, zodat de mensen daar zelf voorzienend kunnen zijn. Ik dacht een grond van 2 hectare. Wat werd mij verteld? Een bepaalde constellatie die aan de macht is, voorzitter, geweest, heeft daar de grond genomen van de penitentiaire inrichting. Gewoon de Matekagrong. Het kan niet, beste mensen. En wat doet men met de grond? Men speculeert met de grond. Volgens Misikaba zijn mensen die produceren wel in staat om de nieuwe huurtarieven voor de mijngrond te betalen. ABO-parlementariër Edward Belfort brak een lans voor de vele mensen die nooit in aanmerking komen voor de mijngrond, terwijl ze jarenlange aanvragen hebben lopen. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van de familie Talea op Kommewijnen, die jarenlang bezig was met de aanvraag van het stuk land waarop zij heeft gewoond. Uiteindelijk is de familie hardhandig verwijderd door de eigenaar van de grond, omdat het niet om domeinland ging, maar om eigendomsgrond. Dat soort dingen moet u onderzoeken, minister. Dat soort dingen, ik heb het hier, ik kan het aan u overhandigen. Dan gaat u zien dat die meneer rechtmatig heeft aangevraagd. En dit klein land waarin wij wonen, dat treedt u niet op, u kunt niet optreden. En dan komt u zeggen, het is eigendom. Wat voor eigendom? Wanneer eigendom? Wanneer? Weet u wat eigendom is? Domeingrond is het geweest. Wanneer is het eigendom geworden? Schommel daar op uw kantoor. Daarom heeft men gevraagd dat hij moet vervangen. Dat hij vervangen moet worden. Luister, en de president spreekt in de bres voor u. Dit soort dingen gebeurt elke maar weet hoeveel mensen komen klagen bij mij thuis. Meneer Belfort, ja, ze klagen ook bij daarom mij. Ze klagen al 20 jaar. En natuurlijk moet het veranderen, maar ik denk niet dat in uw betoog thuis hoort zaken over minister moet vertrekken. Of u vraagt het, dat kan natuurlijk. Dus ik vraag u om naar uw kies terug te gaan. ABO-parlementariër Edward Belfort. Hij sprak vandaag tijdens de behandeling van de wet Staatsbegroting 2018.